Ik ben Kathleen Verheeken. Ik ben schrijfster. Ik heb onlangs mijn eerste roman voor volwassenen geschreven, maar ik ben al 23 jaar lang jeugdauteur. Behalve schrijfster ben ik ook journaliste en sinds heel kort ook scenariste, want ik heb het heel fijne nieuws gekregen dat een van mijn jeugdromans een animatiefilm wordt en ik werk mee aan het scenario. Dat ik ervoor gekozen heb nu een roman voor volwassenen te schrijven, dat heeft alles met de thematiek te maken en zoiets dringt zich aan jou op. Het is misschien een beetje cliché om het zo te verwoorden, maar schrijvers zeggen graag dat een boek hen kiest en dat het niet andersom gaat. Er dienden zich bepaalde thema's aan die echt hoorden bij een doorleefd leven, bij mensen die al een hele geschiedenis achter de rug hebben. Onder andere een van de hoofdpersonages in Haar, mijn roman voor volwassenen, is een man die op zijn sterfbed ligt en die terugblikt op zijn leven. Ik denk dat je weinig jongeren boeit met zo'n verhaal. Dat was echt bij uitstek geschikt voor een volwassen publiek. Wel, ik heb eigenlijk een grote boon voor geschiedenis en de boeken die ik het liefste geschreven heb altijd binnen jeugdliteratuur waren historische jeugdromans. Ik ben zo'n kind en ik ben ook nog zo'n volwassene die het ontzettend jammer vindt dat er geen teletijdmachine bestaat. Ik zou het nog altijd heel fijn vinden als je behalve reizen in ruimte ook zou kunnen reizen in de tijd. Hè? Een weekje middeleeuwen of een weekje bij de Romeinen. En ik heb ontdekt dat het schrijven van boeken die zich in een andere tijd afspelen, met alle bijbehorende research, de beste manier is om zo sterk mogelijk het gevoel te benaderen dat ik ook in die tijd leef. En waar het vandaan komt, ik heb me dat vaak afgevraagd, maar ik kan het niet anders omschrijven dan een soort heimwee naar tijden en mensen die er niet meer waren op het moment dat ik er wel was. Een raar soort onbestemd heimwee naar iemand die je nooit gekend hebt en nooit zou kunnen kennen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de geschiedenis bekeken vanuit de marge. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in de grote geschiedenis uit de geschiedenisboeken. In de namen van koningen, de grote oorlogen. Ik ben altijd geboeid door de kleine mensen in de marge of door de verschoppelingen van de geschiedenis. Want als ik een boek schrijf over het 18e eeuwse Frankrijk en de Franse schrijver, filosoof Jean-Jacques Rousseau speelt daar een rol in, dan wil ik per se niet dat hij een belangrijk personage wordt in het boek, zeker geen hoofdpersonage. Nee, wie wordt het hoofdpersonage? Een van de vijf kinderen die hij te vondeling gelegd heeft op de dag van een geboorte en waar we verder helemaal niks over weten. Maar ik wil dan een stem geven aan diegenen die eigenlijk nooit een stem gehad hebben. Dat klinkt echt verschrikkelijk. Dat klinkt alsof ik zo'n soort van moeder Teresa ben. Dat is zeker niet. Ik kies ook niet heel bewust om sociaal geëngageerd te schrijven. Maar ik vind het gewoon een interessantere denkwereld en gevoelswereld die je daarmee kunt evokeren. Ik vind ook, ik voeg niets toe aan de geschiedenis als ik schrijf over wat we al weten, nog eens anders bekeken. Ik wil een eigenzinnige kijk geven op de gebeurtenissen. En misschien ook bepaalde dingen die als algemeen waar worden aangenomen, daarmee in vraag stellen. Dat is hetgeen wat schrijven interessant maakt. Dat is hetgeen wat lezen ook interessant maakt. Niet de evidenties, niet wat je aan de oppervlakte zit. Maar zoals Maria Pruijs dat zo mooi zei in een interview, alles wat onder die oppervlakte zit, dat schaduwleven, dat schimmerrijk en de worstelingen die we voeren en de dingen die niet uitgesproken worden. Ik denk dat er niet zo heel veel verschil is in mijn manier van schrijven voor volwassenen en mijn manier van schrijven voor jongeren, voor tieners. En tieners kunnen ook al 15, 16-jarigen kunnen ook gemakkelijk romans voor volwassenen aan. Dus ik durf daar ook echt wel voluit in te gaan. Het andere zit hem vooral in de thema's die je aansnijdt. Ik wil daar ook geen rangorde in maken. Het een is voor mij niet meer waard dan het andere. Het is ook niet zo dat een zeer wijdverspreid misverstand is dat je als jeugdauteur in de speeltijd vertoeft, dat je maar volop
oefent tot je het echte werk aan kunt. En dat is ook een vraag die je soms krijgt, van wanneer ga je nu eindelijk eens een echt boek schrijven? En dan is echt zoiets waar je elke jeugdauteur pissnijdig mee krijgt. Dat zijn echte boeken. Die boeken, daar heb ik niet minder moeite voor gedaan. Dat staat voor mij echt op hetzelfde niveau. Ik vind het heel moeilijk om op een schaal van 1 tot 10 te zeggen hoe gelukkig ik ben, omdat ik heb een domme gevoel dat ik het lot tart als ik zoiets zeg. Maar dit is wel een heel gelukkige periode in mijn leven. Omdat ik het gevoel heb dat ik de dingen kan doen die ik graag doe en waar ik goed in ben. En misschien is het daarom niet slecht dat het ooit anders geweest is. Ik heb 10 jaar lang werk gedaan waar ik absoluut niet voor deugde, waar ik me heel erg in verveelde, kantoorwerk. Maar ja, er was heel veel werkloosheid en je moest iets gaan doen. Vandaar dat ik dat nu, denk ik, ten volle besef hoe mooi dit is. Hoe mooi dit is van op mijn eigen ritme te kunnen werken, thuis te kunnen werken, achter in de tuin te kunnen gaan zitten met een schriftje op zomerdagen in de schaduw en notities te maken, als journalist erop uit te trekken. Want dat is het mooie evenwicht als je ook als journalist werkt. Als schrijver, dat is een heel solitaire job. Je zit op je eiland, aan je computer, met je schriftjes, met je boeken. En ik kan heel goed alleen zijn. Ik ben echt iemand die ontzettend kan genieten van alleen zijn. Maar ik heb anderzijds ook een ontzettend nieuwsgierige, heel sociale kant. En ik ben mateloos geïntrigeerd door de mens. Door de menselijke drijfveren, door het waarom. Waarom zijn mensen geworden wie ze zijn? Waarom doen mensen wat ze doen? En ik probeer daar, en dat is iets waar ik in mijn job als schrijver en journalist denk ik wel in gegroeid ben, ik probeer daar ook zo min mogelijk oordelend in te zijn. Dat is soms niet gemakkelijk. Het is een oefening in empathie, schrijven, de hele tijd, zowel als journalist als schrijver.